Ik heb vandaag 50 minuten cardio training gedaan. En dat heb ik gedaan omdat ik vanavond misschien ga drinken. Het is een beetje bijgeloof, maar ik geloof niet zo in krachttraining als ik diezelfde dag alcohol ga drinken. Ik denk dat dat weinig nut heeft. Ik denk dat je dan beter cardio kan doen. Maar als ik niet op stap ga vanavond, dan kan ik vanavond wel misschien nog een keer naar de gym gaan en krachttraining doen. Zo heb ik het in mijn hoofd. En dan zie ik misschien mijn favoriete influencer nog een keer. En de koffie americano had. Mooi, yes, thank you. Bedankt voor de koffie, voor de mensen die hebben gedoneerd. Ik denk de mensen die dit kanaaltje bekijken is vooral vanwege Pattaya, Thailand. Deze vlogstijl. Oh, mijn camera valt bijna om. Deze vlogstijl. En freelancers en Thai girls. Dat zijn vooral de drie dingen waardoor mensen naar deze vlog kijken. En een van de beweegredenen dat ik ging vloggen is ook vooral deze vlogstijl. Ik mis deze vlogstijl op YouTube. Maar ik ben er ook tijdens het proces achtergekomen waarom deze vlogstijl niet de boventoon heeft. En dat komt omdat het heel veel tijd, energie en geld kost voordat je er uiteindelijk iets voor terugkrijgt. En nu krijg ik eindelijk iets terug. Daar ben ik blij om. Dank jullie wel. Ik kom hier regelmatig Nederlanders tegen, ik kom hier regelmatig Engelsen tegen en die wonen hier voor een prikkie. Die betalen tussen de 150 euro en de 300 euro per maand. Alles is hier wel oud, tussen de 10 en 15 jaar oud, dus je kan beter hier niks kopen, je kan beter huren. En waarom zou je kopen als je voor zo goedkoop kan huren? Ik wou net eens gaan vertrekken, maar het begint weer te regenen. En als het hier regent is het meestal even hard. Het is nu bijna 1 uur en mijn planning is flink overhoop gehaald door de regen. Ik was dus van plan om een appartement te bezichtigen en ik wou even bij het voetbalveldje gaan kijken, maar het regent nog steeds. Ik wil mij verder ontwikkelen met het maken van video's. Dat kan niet als ik in de fabriek zit. Ik weet dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn in Pattaya, in freelancers, in zon, zee en strand, in vrijheid, in goedkoop leven. Daar ben ik ook allemaal in geïnteresseerd, daarom ben ik hier en ik wil op onderzoek uit. Het mist het een beetje, maar het is te doen. Thaise maaltijd gekozen, groentes met schimps, noemen ze dat, hè? De garnalen en witte rijst. Ook al kun je hier overal westers voedsel krijgen, het neemt niet de overhand. Thaise mensen blijven Thaise eten. Nou, aangekomen op bestemming. Ik zie hier een kamer voor 4500 baht. Deze kamer kost 115 euro per maand. En ik ga nu even kijken wat je daarvoor krijgt. Oké, ik dacht dus even binnen te lopen en die kamer te bezichtigen. Maar die persoon die die kamer huurt is niet aanwezig. Er staat een telefoonnummer, ik moet een afspraak maken. Dus dat gaat hem nu niet worden. Als jij hier een nieuw leven wil gaan opbouwen, dan is dit volgens mij het ideale moment. Want COVID is nu voorbij en het begint weer langzaam tot leven te komen. En het is al een stuk levendiger als in 2022, dat ervaar ik zelf. Ik krijg regelmatig nog een appje van een freelancer. Dan laten ze je even weten van, hey, ik ben er nog, ik sta voor je klaar. Geef me je locatie en ik kom eraan. Dus als je een zwak moment hebt, dan staan ze voor je klaar. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik had dus nog even naar die kamer gebeld, maar die kamer was even niet meer beschikbaar of zo en ik moest in maart terugbellen. Dus laat maar zitten. Ik heb momenteel last van besluiteloosheid. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar dat is gevaarlijk. Als je geen besluit maakt, dan eindig je nergens. Ik kan beter in deze mentale toestand even geen besluit nemen. Ja, ja.
Hallo. Ik heb natuurlijk door de regen, had ik nog maar een halve dag. En die halve dag was voorbij en toen dacht ik van nou, ik ga die condo bezoeken. Ja, die condo, dat was niks, daar kon ik niet in. Toen dacht ik van nou, ga ik met de freelancer aan het zwembad zitten. Maar vanavond om 6 uur zou ik gaan badmintonnen met dat andere vrouwke. Nou, dat is niet echt handig om met 2 vrouwen in 1 video te zitten. Dat levert alleen maar gezeur op. Maar ja, ga ik nieuwe kleren kopen? Ja, waarom heb ik nieuwe kleren eigenlijk nodig? Weet je wel, ga maar door. Het is een beetje een besluitloos dagje. Ik las vandaag het bericht over Navalny, die Russische oppositieleider. Navalny heeft zijn eigen leven opgeofferd voor een groter doel, voor een groter belang. Hij heeft zichtbaar gemaakt dat het een corrupt land is, vol met leugens, dat Poetin een dictator is. Dat grote geheel was voor hem meer waard dan zijn leven. Ja, zijn nalatenschap is dat iedereen zijn naam weet en dat hij niet wordt vergeten. Looking for a friend, but 6 o'clock, badminton. She's not here. Can you speak English? Nou, ik had dus 6 uur afgesproken. Het is nu 6:15. Ik krijg geen reactie en er is helemaal niemand. Ja, dan ga ik maar, hè. Gaat hij precies op die heuvel remmen? Kijk, bye bye. Ik krijg net een berichtje van haar dat ze in slaap was gevallen. Luie tijgers. Ik heb vannacht slecht geslapen. Het liefst zou ik nu een jointje roken en lekker naar bed gaan. Maar dan laat ik weer een weekend aan me voorbij gaan. En dat wil ik deze keer niet laten gebeuren. Dus ik ga vanavond gewoon op stap. En daarna zie ik wel. Misschien dat ik morgen een leuk verhaal heb of zo. Ik heb momenteel een Tinder date met een 21-jarige Thai girl. En dan zeg ik van ja, ik woon niet om 10. Kom daarheen. Is te ver weg. Is 10 à 15 minuten met de motorbike. Wat zie je nou moeilijk te doen? Oké, dan kom ik wel naar jou. En ik vraag dus, heb je WhatsApp of Line? Zegt ze, nee, die heb ik niet. Oké, dus je hebt wel Tinder, maar je hebt geen Line of WhatsApp. Dat vind ik raar. Maar voor de rest was alles leuk. Het gesprek was leuk. Zij zegt zelf van, ja, kom 10 uur daarheen. Ze doet initiatief. Ze ziet er leuk uit. Dus ja, ik gokte maar op. Maar ik vind het wel raar. Dit ziet er leuk uit. Niks mis mee. Ziet er heel natuurlijk uit. Dat wel iets casuals, op zoek naar iets casuals. Dan zou het wel eens een freelancer kunnen zijn. Maar meestal zeg je dat dan wel als je van tevoren gaat afspreken. Maar daar kom ik vanavond wel achter. Nou, ik ga nog 1 dappere poging doen om iets van deze avond te maken. En als het me niet lukt, dan rook ik een joint en dan bekijk ik het allemaal maar. Dan ga ik slapen. Nou, ik hier ben, krijg ik toch wel zin om op stap te gaan. She's really young, she's really good in pool and she can speak very good English. Ik zit hier in een barretje, ik heb net even gepoeld en ik krijg nou een inkijkje en het is eigenlijk best wel leuk. Ik zit dan wel met een Tinder date. Ik hoef hier niet voor te betalen. Nou ja, ik betaal alsnog vooral de drank. Ik ga direct naar een club. Zij brengt me daarheen. Dus voor het eerst dat ik op stap ga naar een club. Ik ben heel benieuwd. Yes, nu. Nou. Oké, super mooie vrouw. Ziet er allemaal heel leuk uit, maar ik ben een beetje misbruikt. Ik heb alles lopen betalen voor de drank en zo. Onderweg naar de club toe. En uiteindelijk liet ze me als een baksteen vallen. Uiteindelijk ging ze tussen andere jongens staan. Ging ze daar intiem mee zijn. En stuurde ze mij een berichtje zo van, hé, je kan naar een andere vrouw gaan. Oftewel, hou u daar. En toen dacht ik, oké, helemaal prima.
maar geef even een beetje geld terug. Want ook in die clubs heb ik voor haar betaald. Uiteindelijk ben ik ook boos geworden, heb ik haar vape-machientje afgepakt en haar drankje afgepakt. En die brede billies waarbij ze stonden, die deden helemaal niks. Uiteindelijk ging ze verdrietig de club uit. Op zijn Pattaya's voelde ik me echt een beetje misbruikt door zo'n 21-jarige Thaise die me gewoon als een soort van indrinkadres heeft gebruikt. Zo van even indrinken met die buitenlandertje en dan als ik bij de club ben, laat ik een kaart vallen. Ga nooit op date met iemand die haar lijn of WhatsApp niet deelt. Want dan is ze al bezig met een bepaalde strategie. Het was gewoon met voorbedachte raden. Smerige vrouwen, smerig. Op zijn Pattaya's. Ha!